Een hoge rookkolom boven het Eindhovense stadsdeel Tongerle markeerde de reusachtige brand in het vroegere gebouwencomplex van de Karel-1 sigarenfabriek, die de brandweren van Eindhoven en Philips en zo'n 100 spuitgasten van korpsen uit andere gemeenten 24 uur bezig heeft gehouden. Er bestaan vermoedens dat het vuur is aangestoken in een magazijn voor plasticartikelen dat met andere opslagplaatsen was ondergebracht in de voormalige fabriek, die hier zelf geen sigaren meer verveilderde, maar er alleen een grote voorraad aanhield. Eindhovens burgemeester ingenieur Witte voegde zich bij de duizenden die in de loop van de dag naar de brand kwamen kijken. Behalve de plasticvoorraad gingen ook de voorraden van een andere handelmaatschappij, van een hoge hoedenfabriek en van de streekapotheek van de Eindhovense ziekenhuizen door brand of roet- en waterschade verloren. Daarboven ongeveer 40 miljoen sigaren, waarover dokter Meinsma mogelijk wel even geglimlacht zal hebben. De totale schade wordt op ruim boven de 30 miljoen gulden getaxeerd.